Hallo mensen, Tim en we kijken naar deze nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed via Black Flag. Ik ben je gast Tim en we gaan verder met de volgende aflevering van Assassin's Creed via Black Flag. Ik heb offscreen heb ik even wat gedaan. Ik heb alles een beetje geloot ongeveer. Kijk, Havana is nu in ieder geval leeg. Daarbij heb ik ook een moordcontract. Nou, geen moordcontract. Ik heb een extra schatkaart gevonden. Hero. Net achter de kerk hiervan. En ik heb hem ook gevonden. En dat staat hier. Ik laat hem wel even zien. Dit was de schatkaart van het boekbeeld van Queen Anna. En die staat hier. Juist bij de toren. Voorbij de boom eigenlijk. En dat is hier eigenlijk. Juist deze locatie. Gevonden. Dus we gaan hem even opgraven. Doe vast even dat blauwe duimpje omhoog. Zou ik fucking tof vinden. Laten we proberen lekker voor de 15 likes te gaan. Zou wel fucking tof zijn. Omdat ik merk van, joh Tim, doe het vaker. We vinden het leuk. Oké, dan ga ik het ook vaker opnemen. Een ontwerp en 3000 rails. Chill. En ik heb een vraag voor jullie. Zouden jullie het erg vinden als ik ook alles wat ik ga looten en zo, het offscreen doen of onscreen? Dat geeft mij namelijk van, joh, wil je het wel, wil je het niet? Ik weet namelijk niet echt. Ik heb ook offscreen, heb ik ook je, dat we naar die moordcontracten gaan lopen, heb ik offscreen, heb ik de missie die we eerder hebben gedaan, van waar we nog geen 100% voltooid hadden. Heb ik nu 100% voltooid, moesten eigenlijk al eerder met Wood Rogers praten vanwege om eigenlijk zijn challenge eigenlijk aan te gaan. Ik ga hem even accepteren op de map. Dus dat was eigenlijk wat we hadden moeten doen. En dan had het, want ik had het in één klap had ik het gehaald. Dus dat was best wel makkelijk. En voor de rest hebben we daar nu ook 100% ook voltooid. Dus ik ben vrij benieuwd hoe. Want hier hebben we ook nog al die missies. Dus we gaan in ieder geval de game lekker 100% uitspelen. Wil ik, vind ik ook. Dus ja, we gaan nu ook beginnen. De contract hebben we. Moeten een officier moeten volgens mij vermoorden. Krijgen ze hem, dan krijgen we de map waar het staat. Oh, dat zie je bij die dokken. Ah, dat zie je het. Oh, ik heb op die manier. Oké, dat wordt makkelijk. De locatie van die doelwit, dat komt wel goed. Ik help deze piraat ook even. Zo. Krijgen we direct 100 reals binnen. Mooi, veel doeks, veel monies. Kijk, 100 reals. Niet veel voor het begin, maar het is een beginnetje. Het is het begin van een miljoen, jongens. Dat is mijn motto altijd. Al krijg je 50 cent, het is het begin van een miljoen. Meestal klopt dat niet altijd. Want ja, meestal is het bij mij altijd direct op qua games die ik moet kopen of wil kopen voor YouTube en zo. Dus ik heb nooit. Ik ga denk sowieso nooit een miljoen halen. Qua geld dan. Ik weet nooit hoe het qua abonnees werkt. Maar oké. Okay. Even kijken, we zijn er nu. Even kijken, F-V'tje. Want ik weet niet waar die aap staat. Ah, daar staat die aap. Vermijd gevechten. Oké, optionele doelstelling. Oh, duik. Die effect loopt alleen maar compleet weg. Dus ik moet hem even kijken. Even lucht halen. En weer, ah, ik kan hier trouwens weer sneller zwemmen. Want daar is hij namelijk. We zouden hier naartoe. Wat de fuck is jij aan het doen? Nice! Mooi zo! Doen we het helemaal stil ook direct. Mooi zo, wegwezen hier. Sowieso gaan deze direct omdraaien als me niet eens horen. Oké. Ik pak mijn pistool er weer even bij. We worden wel direct weer achtervolgd, dank u wel. Oh, what the f... Oké, ik ga wel eens een nieuwe marker even aanplaatsen. Dat is Hero. Want we worden hier direct weer aangevallen. Even hier de blade tussen haar zijn halen. Fuck, kom dan. Huppakee. What the fuck, dat leger houden! Jezus! Kom dan. Wie wil er met me vechten? Zo.
Komen. We gaan wel killingspreeper weer te krijgen, maar het is vrij moeilijk trouwens, dus... Nou ben ik er klaar mee, hoppakee. En weg is hier ook. Weer twee! Waren die net blind of zo? Hoe dan? We stonden daar letterlijk echt 50 meter verder. Om te gaan vechten met die andere. Nou, 10 guards of zo. En ze hebben letterlijk niet opgemerkt. Wat is de logica van de NPC's op deze, in deze game? Slim. Ik kan er overheen springen, jongens. Doei. We hopen dat we ze zo meteen kwijtraken. Even kijken. Mooi zo. We zijn ze nu in ieder geval kwijt, dus daar ben ik blij mee. Gaan we naar die volgende marker waar we nu mee bezig zijn. Want dan hebben we zo meteen alles gekleerd in deze stad in ieder geval. Tot zero. Uitgangspunt hebben we al gedaan. Alle kisten, liedjes, animatiefragmenten en de geheimen hebben we allemaal gedaan. Nu alleen nog 3 moordcontracten en dan hebben we het gefixt eigenlijk. Voor de, in Havana dan. Hè? En die map is nog veel groter. Dus daarom vroeg ik ook aan het begin van de aflevering. Moet ik het doen? Ja of nee? Dan weet ik in ieder geval ook wat ik offscreen kan doen en wat ik niet offscreen kan gaan doen. Oh, deze is gewoon fucking dichtbij. Chill. Ik hoef in ieder geval geen pokkenstuk meer verder te lopen. Hier is het al. Dank u wel, dan gaat u weg. Dan... Pak heel graag even deze piraten mee. Zometeen nog wat geld binnen. 200 rels. Kenway, isn't it? I'm with you. Hier zit onze dude. Die gaan even. Wow. Daar zit hij. Deze gozer nog even vermoorden, dan hebben we daar niet echt problemen mee. Nice, mooi zo. Nice! Niemand heeft ongeveer opge... Ik heb te vroeg gezegd. Oh god, fuck, rennen weg. Ding gebruiken omhoog. En snel even soms een nieuwe point of. Hier naartoe. Wanneer we die twee, wanneer we de laatste twee hebben gehad, dan gaan. Oh god, ik word weer aangevallen. Ren! Dood 5 kapiteinen. Kapitein. Kapiteins. Geen kapiteinen. Ja, kan wel. Dus de laatste twee moordcontracten doen en dan kunnen we verder met de hoofdmissie van. De hoofdlijn van de game. Oh, hoi jongens, doei! Oeh. Draag je onopvallend. Omhoog hebben ze geen. Mooi zo, hun hebben dat niet gezien. Mooi zo, dan pakken we de laatste daarvan. Laatste twee contracten, even kijken. Een corrupte officier bestilt handelaars en in het rijke deel van Havana en gebruik. Het geldt om elders operaties van de Tempeliers te financieren.
Ja, dat zullen we eventjes maar niet doen, want dan winnen we zo meteen nu even de game. Nu dan op een gegeven moment Templies wel te zeggen. En hij niet dat Edward dat. Oh, Hero. En dat Edward dat niet op zijn naam wil hebben, denk ik. Want hij heeft namelijk al, denk ik, een slechte naam bij de Assassins, dus. Oh, weet je wat? Dan kunnen we van mijn part. Hij staat te feesten, die faggot daar. Voor mij het gevecht graag. Ik kan een headshot gaan bouwen, alleen dit is lief. Ik moet die pakken. Ik moet die meiden pakken. Veel makkelijker bij hem in de buurt komen. Alleen. Kom gewoon eens aan dat. Headshot! Nice! Iemand heeft je gezien, ja. Gaan we weer weg. Oh, hop! Moe rennen! Ik ben er nou klaar mee. Even maar even. We gaan weer naar de laatste hiervan. En dan gaan we zo meteen de hoofdmissie doen weer verder. Hey! Zwaan er alvast bij. Sst. Niemand heeft me gezien. Oh, are you kidding me right now? Dan maak ik deze drie nog eventjes af en dan. Dan wel die missie doen. Leuk, nog wel, fucking hell. Oh, ik word weer bekeken. Waar de fuck, ouwe? Ik maak wel iedereen af, want daar ben ik er echt gek van. Huppakee. Dank u. Even mijn pistool herladen. En interactie gaan met het kutlote ding. Moordlustige criminelen zijn ontsnapt uit het fort en willen Havana zo snel mogelijk ontvluchten. Ja, zullen we dat even niet doen? Dank u. Nu maken we die ook direct even af. Want, nope, die mogen. Oeh, zijn ze daar helemaal? Locatie van je doelwit. Oké. Dan hopen we dat we ze kunnen tegenhouden dat ze niet Havana ontsnappen. Niet dat mij wat boeit. Ik wil alleen maar de doeks. Dit is namelijk alweer de poort van Havana. Mooi zo, dank u. En weg is hier. De mislukte ontsnapping is ook voorbij. Even door alles heen beuken. En dan gaan we even kijken waar we dan het beste naartoe kunnen gaan. Ik denk dat we misschien even hier naartoe kunnen gaan vanwege kogels, munitie en alle andere shit voor de hoofdmissie die we zo meteen gaan spelen. Misschien ik heb hier de rook trouwens, weet je. Waarom zou ik in gewoon eens naar daar naartoe moeten gaan? Munitie, kogels, graag vullen. Dank u wel. Even kijken, hè? Want is er nog een nieuw zwaard set die misschien nog sterker is dan het zwaard dat ik heb trouwens. Ja, dat is deze. Oeh. Nice. Neem ik die wel, want deze zwaarden die neem ik. Die kunnen we wel kopen voor zometeen echt 100% synchronisatie. Alleen het heeft nu geen nut. Kijk, en dan kunnen we wel eventjes een nieuw pistooltje. Ons pistool. Oeh. Nice. Kunstwerk kunnen we ook kopen. Maar waar kunnen we gewoon eens aan die shit stuff. Botten moet je zelf houden. Nou, we hebben in ieder geval een nieuw geweer en twee nieuwe zwaarden. Nice. Ja, dan moeten we even direct naar de verhaalmissie toe gaan, want die staat hier namelijk. En dat heet iemand genaamd de Wijsgeer. En ik kreeg trouwens voor de laatste tijd, krijg ik trouwens best wel veel, geen commentaar. Veel tijd van, Tim, fucking toffe serie, ga hiermee door. Dus, en ik heb er ook veel zin om het nu te gaan spelen.
Als alles ook clear is. Dus laten we beginnen met de missie. Iemand die de wijziging noemt. Good morning, Duncan. Just over here. Edward? Hello, Edward. I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Okay. Ben benieuwd naar het observatorium. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? See, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. Assassins. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabai. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the maps you delivered with the blood vial will see that job finished. Aye. That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Blijf op je ziel tijdens het gevecht. Alsjeblieft, direct op je doelstelling weer. The fuck, ik laat ze glitchen door de muren. Het is een beetje ongebruikelijk voor mij dat ik sluip moet naar zijn moord. Dus dat is een beetje meer. Oh, what the fuck? Oh fuck! Dat waren andere, dat waren normale burgers. Kutzooi. Mojo, zijn dood. Zo! Stop him! Haal de wijsgeer van bovenaf onderuit. Graag. You're a nimble one, I'll give you that. We moeten even kijken hoe we hem onderuit halen. Hier kan ik hem onderuit halen als ik wil, als ik snel ben. Fuck, nee. Dit is best wel een beetje kut met lopen.
Snel te hebben. Ik kon hem hier van bovenaf pakken. Ik moet even snel wezen en even goed. Ik heb hem... Maar we kunnen hem wel pakken, dan moet ik dat even buiten onderaan weer doen, want... Yes! Yes, mooi, nice. Oh, gelukkig. Blijkbaar hoef ik het dus niet goed te hebben. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, set on all sides by our enemies, we must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. Means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Missie herinnering 4, iemand genaamd de wijzigeerd. Nice, 100% gesynchroniseerd. Nice. Blij mee. Dus, even kijken, ik zie hier weer een gozer. Die ik even snel ga vermoorden. Nice. Even kijken, dan gaan we naar de laatste missie, denk ik volgens mij hier in Havana. Dus we gaan even fast travel, want echt, ik heb geen zin om dat hele pokkenstuk weer terug te lopen. Dus, even kijken. Nou, we zijn er nu. Even kijken, gaan we weer naar beneden springen. En hier is Bannet. God sink me for this pittance. 1,000 reals for those maps. That's what? £100 at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever, you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device. I could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. And imagine what a thing like that'd be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate. Privateer in the West Indies. I'll catch you up, Bonnet. There's a sage in that house I must speak to in private. Of wie ooit wat laat staan. Vermijd gevechten, gebruik sluipgebieden om wachters te vermoorden. Dus ik mag geen gevechten gaan creëren. Nice, maar ik heb... Ik kan geld, sorry, alleen het kost me tering veel. Ik kan even naar de overkant toe sprinten. Fluit hem wel eens naar me toe. Komt er naar mij, maak hem af. Fluiten. Als je verstopt bent op een hoek in een vol gebied, druk je op E om te fluiten waarmee je vijanden naar je buurt loopt. Dat weet ik. Voor mij werkt het daarom ook niet.
sacaré las tripas. Fucking hell. Sal de los arbustos, toquete. Dit wordt wel een missie dus die ik buiten de opname moet gaan fixen. Dank u wel, game. Maar ze heeft voor mij het gevecht en het is nou echt mislukt. Fuck. Bewijs. Die heb ik in ieder geval. Hier is het. Pussers zijn dodelijk en kunnen hier vanaf. Maar ik weet het. Deze gooi is hierboven. Boys, maar daar is hij. Ik moet zeggen, ren voor je leven dan maar. Ga ik maar een... Oh god, komt hij er. Hé, tu, detente! Ahí, a por él! We hebben toch al de missie naar de klote geholpen, dus nou, boeien. Weet je wat? Het is gelukt. Oeh, bloed. Oh. Basta ya! What is your true name, Rogue? It's her. Captain Pissoff. Bianco Paul Pissoff. Where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Wallow. Hij het gevecht in de gebruiksluipgebieden. Nou, hij die andere komt wel. Ik weet niet wat, maar er werkte wat met mijn controls. What the fuck gebeurt hier nou weer? A despicable display. This Tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. Nou, dit wordt nog eens een keer een lange, leuke, gezellige video. La cena, cómetela rápido. You hungry? Hoe dom ben je om geen handen vast te binden? Gebruik om hoek om wachters te vermoorden. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Let op, hoppakee. Neer.
Nice. Oeh. Interactie met de spullen. Hey, take what you need. Won't be a minute. There's many prisoners held on these ships. Set them free and they'll sail with us, no question. Raag. Dan hebben we zometeen heel wat mooie bemanning nodig zijn. Free what men we can, then find a fast ship to flee it. En dan moeten we nog alle piraten nog bevrijden. Even kijken, weer. Ja, Hiro. Nice. Nou ja, overboord. Ja, ga daar maar lekker liggen. Vind ik goed, hè. Nice. Weer gaan me aanvallen. Mooi zo. Zet ik bij jou eventjes een mes in je ribbenkast. Dank u. Dan trap ik jou even. Oh nee. Helaas, die mag niet overboord. Hé, jammer. Dat mag ook weer niet. Even kijken. Hier. There's a catch to this favor. You're sailing with me. I'd follow you to hell for this, mate. Die volg ik je naar hel, maat. Ja. Ik mag niet overboord. Zo. Mooi zo. Even kijken. Dan hebben we. Wat daar de fuck zitten we eigenlijk? We zijn letterlijk random op de oceaan. Maar in ieder geval in het West-Indische. Indië. Zo. Oh, interactie ermee. Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here. All right, naar de volgende schip. Shit, fuck moet er mee? Brut. Fuck. Oprotten hier nou. Bol gaat ontploffen. Zo, even. Ja, pas op, de hand met een bom. Die bom die rolt. What the fuck, ouwe. Ja, het is wel logisch. Een bom rolt altijd, omdat hij rond is. We kunnen nooit zo lang. Huppakee. Messen in je hoofd steken en oprotten. Dank u. Mooi zo. Deze piraten nog even bevrijden. There's a brig nearby just waiting for us to take her. En dan hoeven we alleen nog deze nog even te redden en dan hebben we alle piraten bevrijd.
We denken allemaal, wat de fuck gebeurt er nou allemaal? De piraten zijn weg. Ja, wat is dit? Mensen in je kop zetten. En dan naar beneden. Snel. Dat ik zo meteen weer wordt bekeken, laat ik het zo zeggen. Neem al dit gold mee. Hoeveel rijk je dan nu bent. Zo. We're going topside. Be ready. Bevrijd de 29 piraten. Wacht eens te vermoorden. 3. Achter een hoekje of wat dan ook. Is ook allemaal gelukt. Nice. Dan. Oh. Moet ik weer de andere kant op. Maar daar komt het dus uit en uit. Zo. Dan. Moeten we daar nog iemand voor mij vermoorden? Kapitein ervoor. Nemen het schip over. Nice. Lay aboard, lads. Save your singing for Davy Jones and Jagabats. It's a hard wind coming. The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Keep watch on those galleons. See they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. Oh, mijn shit, mijn spullen die ik heb zijn echt zo slecht. We're up against it here. Oh. These men know their place. They'll see us home. We gaan niet zo snel mogelijk ontsnappen. Uit deze klote. Het klote weer. Met een orkaan erbij. Bliksem alles. Oh god. Look out, man! I see it. Oh, grote golven. Mijn grote golven. Gewoon tegenin de grote golven die is heen. We gaan gewoon met de golven mee. Race. Geweldig. Zo, in ieder geval al die andere bootjes zijn weg. Oh god, aan de andere kant. Waterhoos, waar de... Maar. Steer clear of that thing. Daar dus. Oei. Oeh. Nice. Ik ben ook fucking blij dat het ineens aan het stormen is. Nee, dat is helemaal niet leuk, Tim. What the fuck wil je? Oh god. Hij zit letterlijk. Brace for impact. It's not looking good. Steady as you go. Are you kidding me? Nee, het ziet er helemaal niet goed uit. Dan denk je zelf met een waterhoos. Helemaal verkeerde kant op geslingerd. Het is helemaal deze kant op, jongens, snel. Voor mij begint het regen wat af te nemen. Hier dan. Zijn in ieder geval bijna klaar ermee.
En dan ga ik ook de video voor dan afsluiten. Oh. Spatie, snel. Nee! Oeh. Wat daar? Nee, waterhoos snel voorbij, please. Wij gaan zelf wel niet in de schade. En het is zonnig. Eindelijk, hè. Dat is nice. We hebben in ieder geval wel deze aflevering hebben we wel de 2 of 3 grote, nou in ieder geval 3 verhaalmissies gedaan. En wat dingen bij, ja dingen die andere missies. Dus. Straight from the teeth of Neptune. I'm Edwin. Much thanks for your aid back there. And Wally. You ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads. We're taking this one home. Nice. Missie van ooit. Bevrijd 23 piraten is gelukt. Gebruiken hoek om wachters te vermoorden is ook allemaal gelukt. Yay. Dat is nice. I've made my choice, Addy. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swamp. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was a sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Maar dat gaan we in de volgende aflevering. In the hold earlier. Powder and a few pistols. I think I'll fashion a second holster if I can. It's a good start. One you find laughable. Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw. A clutter of linstocks heaped like tinder. And one with a slow match, still burning. Christ. And just nearby, 2 barrels of gunpowder, closer than man and wife. Fit to explode at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogged touch holes in need of scraping. Corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with snares and shout. So worry about your own armament when it suits you. But don't forget about your jackdaw as well. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. Kan ik aan het beginnen? Ik wil jullie helemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Laat het me nog willen meer. Abonneer, like, vermis ik weer de volgende keer. In de volgende video gaan wij, ja, in ieder geval daar naartoe. Dus, jongens, ik zie jullie. Tot dan. Houdoe.